Dag dames en heren. In aanloop tot de Kerst is het erg zacht in Nederland. Temperaturen in de dubbele cijfers en dat niet alleen. Er valt ook regen, veel regen, op sommige plekken zelfs tientallen millimeters aan regenwater de komende dagen. Maar net voor Kerst gaat het weer omslaan. Het wordt kouder. Een witte kerst, dat zit er dit jaar niet in, zoals in 2010 voor het laatst. Maar het is niet uitgesloten dat toch op sommige plaatsen een paar sneeuwvlokjes zichtbaar zijn. Want het weerbeeld gaat dus net voor kerst veranderen. In eerste instantie komen depressies nog vanuit het zuidwesten. Ze zorgen voor bewolking en regen. en dus die hoge temperaturen. Maar als dit lage drukgebied donderdagochtend ons land passeert, dan steekt daarna een noordelijke wind op. En juist in de kerstnacht trekt dan een gebiedje met wat buien, soms zelfs met een winterse lading, over ons land. Daarna toch weer een nieuw laagdrukgebied wat onze kant op komt, levert vooral regen op. In Centraal Europa, na de kerstdagen op diverse plaatsen flink wat sneeuwval. Terug naar die sneeuw in onze omgeving in de kerstnacht. Als het volgens de laatste berekeningen allemaal uitkomt, dan trekt juist in de nacht van donderdag op vrijdag een belletje met koude lucht in de hogere luchtlagen over een deel van Nederland. Vooral het oosten van Nederland. En dat niet alleen, er trekt ook een belletje met wat vochtigere lucht over ons land. En dat veroorzaakt dus een aantal buien. Buien die. We zien het hier in de groen en geel tinten regen opleveren, maar de paars tinten geven aan dat de buien een wat meer winters karakter hebben. Misschien als de sneeuwval intensief genoeg is dat het vrijdagochtend, eerste kerstdag, heel lokaal een beetje aangezuikerd is. Op heel veel plaatsen is er gewoon niets te zien, maar goed, het is dus niet helemaal uitgesloten dat er in die nacht, na eerste kerstdag, een beetje sneeuw valt in ons land. Nou, overdag lopen de temperaturen op tot ruim boven het vriespunt. Dus dan is er van uh, winterse neerslag nauwelijks sprake. Een enkele winterse bui kan nog wel vallen. En zoals gezegd, de dagen ervoor die zijn erg zacht en regenachtig. En verder ook nog wel interessant om te noemen: in de nacht, richting vrijdag, dalen de temperaturen in het binnenland tot rond het vriespunt. Dus we moeten ook nog even rekening houden met lokale gladheid. En de dagen daarna het blijft wisselvallig. Maar dat zachte weer keert niet terug. De temperaturen liggen rond normale waarde voor eind december. Alvast fijne kerstdagen.